Goedemorgen, het is vandaag maandag en zo zie ik eruit als ik een pootje gefietst heb. Ik kom net binnen. Even kijken wat ik altijd doe. Eerst even kijken wat er in de koelkast ligt. Nou, meestal ligt er niet zoveel, dat is nu ook zo. Ja, ik vlieg naar de peuterspeelzaal, haal het meisje op. Daarna boodschappen doen, vandaar het portemonneetje. En om 1 uur komt mijn regioconsulent van Gasthouderland, want daar werk ik mee samen. Gasthouderland is een gasthouderbureau en Gasthouderland Haarlem, die doet deze regio, zeg maar. En nou, die komt eventjes kijken hier of alles goed is en eventueel even hebben over het voorjaar, want ik moet hier uiteindelijk weg. Ik werk hier nu meer dan 3 jaar. De jongste gaat in het voorjaar naar school. Bijna zomer is het dan. En dan moet ik hier weg, jongens. Ja, dat is een beetje gek, maar ik moet nu natuurlijk al uitkijken naar een ander gezin. Zodat er geen gat komt, zeg maar. Dus daar gaan we het ook over hebben. En ik heb geen idee wat verder deze week ons brengt. We gaan gewoon eens eventjes lekker rustig aan doen, denk ik. Dominica is wel naar school. Die had last van diarree en alles erop en aan. Maar dat is, lijkt nu redelijk goed te gaan. Maar die wilde zo graag naar school. Dat is pepernoten bakken en weet ik veel wat allemaal. Dus goed. Genoeg gelet. Ik ga nu naar de peuterspeelzaal en boodschappen doen. Zo. We hebben even geluncht. En we hebben Sinterklaasliedjes op staan. Maar voor wie zich afvraagt of nanny zijn, zoals ik dat ben, een luizenleventje is. Of keihard werken is. Ja, daarvoor zou ik zeggen, kijk eventjes op de website mommyandnannylife.com. En daar staat het een en ander op. Ik heb een blog geschreven daarover, of het nou echt... of het nou echt een luizenleventje is of dat het echt keihard werken is. Maar ik kan je 1 ding overklappen. Dit is altijd standaard elke maandag. Kan ik deze hele krat kan ik gaan wegwerken. En als ik pech heb, dan heb ik er morgen nog zo één. Maar goed, dat geeft niet. Dat hoort nou eenmaal bij mijn werk. Dus ik vlieg hier even in. Er staat nog een vaatwasser die uitgepakt moet worden. Ook nog. En dan weer ingeruimd. Ik moet nog eten koken. Ik moet nog heel veel dingen doen. Maar goed. Dus mocht je je afvragen of het heel erg hard werken is. Of een luisterleventje. Kijk even op de website. Daar staat de blog. Zo, het is vandaag dinsdag. En ja, ik sta hier echt te stuiteren van de enthousiasme. Want de site is live. Jullie weten het natuurlijk al lang. Als jullie deze vlog kijken, dan staat hij al lang en breed live. Dan is hij al lang en breed online. En dan zijn er ook alweer nieuwe artikelen aan toegevoegd. Maar ik ben echt zo enthousiast. Moet je kijken. Hoe leuk. Ik ben dus nu op het werk en ik dacht, nou, ik zet hem om 12 uur online. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. En dan ben ik aan het werk. En dan, maar ik laat hem toch eventjes zien hoe wij omgaan met de spanning rondom Sinterklaas. De vlog staat hier. Nanny zei, luister eventjes of keihard werken. Oh my god, het is echt superleuk dit. We hebben nog meer. Die Sint, deze, die heb ik ook. Superleuk. Vlogs. En dit leuke uitje ook. Alleen dat is al geweest waarschijnlijk als jullie deze vlog kijken. Dan kun je hier niet meer heen. Maar goed, Sinterklaastijd is natuurlijk al volop bezig. En deze dus ook. Ja, ze zijn natuurlijk ook hartstikke lekker om gewoon zo te maken. Maar hoe leuk is dit? Ik ben er echt super trots op. En we gaan het allemaal meemaken. Hoe het gaat. Maar
Echt superleuk. Goed. Ik ga nu lunch maken. En vanmiddag niet zo heel veel bijzonders. De oudste gaat hockeyen. Heb ik geen omkijken naar. Doet iemand anders. Dus, en ik weet dat de jongste hier, die wil afspreken met een vriendinnetje. Dus ja, ik weet niet of ze hier komen of daar naartoe gaan, maar dat maakt allemaal niet uit. En nou, ik weet niet wat de middelste gaat doen. Misschien gaat hij ook wel afspreken, dat kan. Dus ofwel een huis vol kinderen of misschien helemaal geen kinderen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar voor nu ga ik eerst even lekker eten en een broodje smeren voor deze kleine meid hier. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Kiki is jarig. Kiki is jarig. Nee, maar wat ga jij doen? Pietergrim. Oh, Boas wil ook even wat zeggen. Hallo. Hallo. Kijk, hier is mama. Kijk. Ja. Mama. Ja. Jongens, echt serieus. Ben ik op mijn werk? Wil ik net gaan eten? Word ik gebeld door Mark. Hij heeft mama gezegd. Ben ik daar weer niet bij, hè? Maakt niet uit. Nee. Ja, hij heeft mama gezegd. 2 keer gisteren. En net hoorde ik het ook een klein beetje. Ja. Mama. En Boas die... Nou, ik weet niet wat we je hebben gegeven. Maar je doet ineens heel veel nieuwe dingen. Ja. En, ja. Kijk, die hond. Die is heel erg druk. Die is heel druk. Tientantjes. Ben je te enthousiast, man? Hij is tientantjes. En wil ik dat je dat is? En weet je wat? Hij is niet zo leuk. Zo. Je bent veel te enthousiast. Jij moet zo je jas aan gaan doen. Ja, je gaat naar de Pietergrim. Ja. Zo. Gedoucht, aangekleed. Albert Heijn, check. Binnen. Ik ben er echt super tevreden over. Ik kan niet anders zeggen. We doen gewoon voor een hele week boodschappen. Echt ideaal. En onze zegels weer. Hoe leuk. Nee, maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik er echt te spreken over ben. En ik ging toevallig van de week naar de supermarkt. Want dan hadden we een beetje overgeslagen omdat we zoveel hadden dat we er ongeveer 2 weken mee konden doen. Maar toen ging ik toch naar de supermarkt en toen kwam ik eigenlijk toch tot de conclusie dat ik echt geen reet aan vind. Boodschappen doen. Dus toch maar weer online besteld. En ja, ik vind het fijner. Jij ook volgens mij niet. Ja, alweer. Ja. Nou, we kunnen weer vooruit. Ik denk dat we weer 1,5 week vooruit kunnen. En wat ik ook heb gemerkt, is dat het ook heel goed is voor je portemonnee. Ook dat. Je hebt geen stress in de supermarkt. Je ergert je niet dood aan cashières. Dat is zeker bij ons in het weekend echt verschrikkelijk. Ik kan niet anders zeggen dat ik het gewoon echt niet fijn vind, boodschappen doen in het weekend. En nu, ja, ik denk dat we nog, ja, misschien wat kleine dingetjes, maar dat is niet zo erg. Maar ik vind het in het weekend boodschappen doen, bleh, nee, hou ik niet van. En, ja. En dat zeg ik goed voor je portemonnee. Want als je denkt van, nou, ik heb toch wel iets te veel, dan kun je altijd nog wat schrappen van je lijst. En, ja, je doet geen, tenminste, wij doen in principe geen impuls aankopen. En Mark wijst naar de klok, zo van, het is al bijna tijd om te gaan. Naar Dominka. Is de duim van papa. Heb jij met Sinterklaas op schoot gezeten, net schat? En ik.
En jij stond ernaast met je mooie pietmuts. Oeh, een zwarte piet. Spekje. En je hebt een spekje gegeten, ja. Twee. Potverdikke. Dikke boef naar de band. Oh. En Boas, die gaat als een speer. Hè? Boas, die gaat echt heel goed in zijn ontwikkeling. Ja, je rolt nog steeds niet om, maar de rest gaat gewoon door. De rest door, is op voorsprong hier inmiddels. Hè, schat? Heb je bij Sinterklaas gezeten? Ja. Hallo, en je zegt mama. Mama. Mama, kijk hoe mooi ik hem maak. Hallo. Mama, kijk hoe mooi ik hem maak. Mama, kijk hoe mooi ik hem maak. Ja, oh ja, fantastisch, hè? Fantastico. Ja. En de ogen. Oh, auto. Mama, dit is ineens even het goede voorbeeld. Ja, auto. Ja. En mama gaat zo meteen nog even een paar uurtjes werken. Ja, ik ga nog even een paar uurtjes werken. Nee, schat. Nee, want ik hoef alleen maar eten te koken. Moet met ze eten. En dan ga ik ze naar bed brengen. En dan kan ik weer naar huis. Ja. De vader is op zakenreis. En de moeder die heeft een feestje van de werk. Nou, dus ik van 4 tot 8. En dan word ik afgelost door een andere oppas. Dus nou, nog even aan de koffie. Mama, ik ga deze straks afmaken. Oh? Want deze is voor Sinterklaas. Nou, moet je vrijdag mag je schoen zetten. Niet zaterdag. Nee, zaterdag komt er wat anders. Wat komt er dan? Geen idee. Voilà. Zaterdag gaat Omeke naar de kapper in ieder geval. Ja. Ja. En jongens, vinden jullie mijn jurkje mooi? Van de Zara. Ik ben er erg wel blij mee. €20. Nou, top. Goed, nee, ik ga werken zometeen. Geef Boas nog even fles en ga dan naar mijn werk. En dan hoop ik dat het niet zo regent. En Boas die doet even de oefeningen. Hè? Oeh, wat zo? Het regent nog wel. Ja, het regent nog wel. Nou ja, dat overleef ik wel. Dat overleef ik wel. Oké, schat. Nou, Domenica, wat is hier nou gebeurd? Dat ik dacht! Wat is hier nou gebeurd? De open haard staat ineens aan. Mijn schoen is opeens verzet en ik heb nog dit! Nou ja, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd? Is Sinterklaas geweest? Zonder dat wij het wisten. Nou, dat is gek. Hey, hallo. Jij wel mee staan? Ja, lekker. Dat is zo'n lekkere. Chocola? Lekker hoor. Nou, wat een mazzel heb jij, hé. Kom. In de kast zitten. Wat zeg je dan? Dankjewel, Zwarte Piet en Sinterklaas in Amerika. Zo, hé. Hey. Dankjewel voor de chocola. Komen vandaag bij ons avondeten en bollen. Ja, leuk hè? Nou, goed. Wij gaan nu weer naar huis. We hebben nog even koffie gehaald. Toch? Ja. Je ziet jezelf, hè? Dat vind je grappig. Maar goed, we zijn nu in de bus. Gaan we naar huis. En we hebben koffie gehaald. En
En wat hebben we voor bonus gehaald? Er stond een stoel. Ah jee, van een stokken stoel, maar dan een kussentje voor in de stoel. Ja. En wat moeten we zo meteen nog doen? Boodschappen. Boodschappen doen, hè? Ja. Goed, we gaan zo meteen nog even naar de Albert Heijn. Gekke plekken drukken. Je ziet jezelf. Dat vind je grappig, hè? Ja. Nou, wij gaan met de bus. Doei doei. Doei doei. Nou, vent. Dus even kijken. Dat moet natuurlijk niet te lang, maar... Hoe mooi is dit? Oh. Dat is mooi. 4 nog steeds. Mooi. Kan je aan tafel zitten? Gaan we broodje eten? He, nog niet heel erg lang, maar 10 minuutjes mag best. Hè? Een open oma komen. Ja, kijk. Dat is mooi. Je mag wel je tekening pakken. Dat is mooi, hè? Dat is leuk. Dat is fijn en dat is leuk, maar je mag jezelf te zijn. Ja. Televisie hoeven voor mij aan. Ja, ik ga zo de televisie voor je aanzetten, meisje. Oké. Een kussentje is dus van de stokken. En deze kun je dus afnemen. Het is een soort, ja... Het is niet heel erg glad plastic, maar het is wel plastic. Mooie sterren, hè? Nou, alsof je nooit anders gedaan hebt. Voorzichtig, voorzichtig. Ja. Lekker. Is het lekker? Nou. Ja, hè? Het valt een beetje uit mijn mond, mama. Broodje met... Mam, het valt een beetje uit mijn mond. Ja. Kun je me even helpen? Hè? Broodje met appelperenstroop van de kleine keuken. Vanaf 6 maanden kun je dat geven. En Boas die vindt dat lekkerder dan een kaal broodje. Appel en perenstroop vanaf 6 maanden. En er zit dus echt helemaal niks in. Een potje appel en een peer in een potje. En het is echt alleen maar, staat hier ook, geen bietensuiker, geen toegevoegd zout. Ja. Geen toegevoegd zout, maar wat staat er allemaal nog meer op? 100% fruitsap. Oh, die! Wil je broodje hebben? Hè? Wil je broodje? Wie voorzichtig, dat is een stenen bordje. Oh ja? Maar lieverd, je hebt een hele mooie trui aan. Ja, dat doen we even niet. Dus. Hè? Maar wel mooi te zien. Ja, dat is heel mooi om te zien. Maar goed, het staat hier ook, zit helemaal geen, het is alleen maar fruitsap. Er zit geen allergenen of wat dan ook in. Pure appel- en pierensap. Ja, echt... Natuurlijk voor je kleine. Nou, de kleine keuken. Ik zou zeker aanraden. Ze hebben ook andere dingen, zoals chocopasta en dergelijke. Nou goed. Wij gaan even verder eten, hè? Jullie eten, hè? Ja. Nog één. Wauw. Deur. Staat er nog meer? Krijgt lekkers. Wat heb je daar nou weer? Staat er nog meer? Verder niet, denk ik. Nee? Dat is het? Ja. Wauw! Nou, zet hem maar even dus neer. Zet hem maar even daar neer. Is hij zwaar? Ja. Wat zit hier allemaal in? Wat zit hier allemaal in? Hier het zwarte pieten zitten klaar. Jongens, er zitten cadeautjes in. Ik mag open van wel, ja. Oh. Wat heeft hij nou? Welke naam staat erop? Wat is dat? Een stuk kaas? Denk het. Welke naam staat erop? Kan je dat lezen? Wat begint erbij? Denk ik dat ik niet kan lezen. Wat is de eerste letter? De? B. B. En dan de? Wie begint er met een B? Bo. Boas? Ja. Boas. Nou, ga eens even zitten. Boas. Op je plaats.
vuisten maken. Ik weet niet wat het is. Met zo'n pik. Meen je niet? Ja. En dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van deze vlog. Ja, het was een super leuke week met Sinterklaas. En ja, wij hebben natuurlijk besloten om dan afgelopen zaterdag pakjesavond te doen. Want op 5 december, op woensdag, dan komt Sinterklaas ook al bij de make-up school. Dus vandaar dat we het een beetje verspreid wilden doen. Want anders dan wordt het echt veel te veel voor Dominica. Want ze vindt het onwijs spannend en wel heel erg leuk. Maar... ja, als het een beetje verspreid is, dan kan ze dat wat beter handelen allemaal. Ja, was echt super gezellig met mijn ouders. En ja, het was gewoon een hele fijne pakjesavond, kan niet anders zeggen. En gisteren hebben ze onwijs leuk gespeeld met alle speelgoed. Maar hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan, want het was rot weer. Dus er was weinig te vloggen gisteren. Maar nou ja, we zijn dus nu bij deze aan het einde gekomen van deze vlog. En volgende week ga ik weer een hele week vloggen. Vond je nou een leuke video? Zou ik het leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. Heb je nog niet geabonneerd, dan kan je dat hieronder doen. Op de rode knop. Krijg je als eerste melding als ik er een nieuwe video op zet. En ik zie jullie volgende week.